Ja, Sjoerd Verdelle, proficiat met de overwinning. Wat vond je van het spel van MV vandaag? Nou, het spel was niet best, moet ik zeggen. Ik vond dat we eigenlijk de eerste helft heel slap begonnen en eigenlijk heel slordig speelden. Ja, het scheelt dat Telstar ook geen beste wedstrijd speelde, dus dat we die wedstrijd uiteindelijk nog hebben kunnen winnen. Maar het was zeker niet best vandaag, nee. Veranderde er iets in de formatie na de twee vroege wissels in jullie team? Ja, we hadden al een aantal wijzigingen, want een aantal basisspelers waren geblesseerd. Dus er waren een aantal andere jongens die moesten spelen. En dan zie je dat er toch al vrij snel een paar jongens uitvallen. En dan moet je weer andere jongens in gaan passen. En dat zorgt toch altijd wel een beetje voor onrust. Dan ga je zoeken van wie staat waar en de organisatie is een beetje zoek. Maar uiteindelijk in de rust hebben we dat een beetje op orde kunnen stellen. En de tweede helft ging dat wel wat beter. Ja, er hebben dit seizoen al veel jeugdspelers hun debuut gemaakt. Wat vind je daarvan dat de club als MVV veel jeugdspelers laat meedoen met eerste? Ja, dat is mooi. Ik bedoel, toen ik in het toe kwam in het begin van het jaar, toen wist ik dat, dat er heel veel spelers weg waren gegaan. En dat het echt met name van de eigen jeugd moest komen. En dan een aantal wat ervaren jongens erbij. En dit is mooi. Ik denk ook voor de supporters en een hele stad. Dat er toch veel jongens hier uit de regio of uit Maastricht zelf in het eerste spelen. Dat is toch denk ik wat mensen graag willen zien. Ja, jij zelf bent semi-prof. Wat hoort het precies in? Ja, in principe ben ik hier naartoe gekomen om. Wij trainen 's ochtends elke dag. Dus ik sta 's ochtends op het veld en 's middags doe ik iets anders erbij. Dus 's middags werk ik aan een maatschappelijke carrière al. Want voetbal dat doe je ook niet je hele leven. Dus over een aantal jaar moet je toch wat anders gaan doen. Dus ik ga 's middags al eigenlijk een beetje proeven aan een andere carrière. En dat ik me daar al wat ervaring op doe. En misschien daar uiteindelijk mijn profijt van heb. Ja, de MVV-maand is bijna ten einde. En welke activiteiten heb je meegedaan? Nou, van alles. Ik ben in een verzorgingshuis geweest, mensen bezocht, bij basisscholen zijn we geweest. Wat hebben we nog meer allemaal gedaan? Ja, ik weet het niet. Het zijn zoveel dingen eigenlijk, maar het hoort er allemaal bij. Hè. Dat zijn ook leuke dingen. Ja, wat vind je daarvan? Moet dat volgend jaar weer terugkomen? Ja, ik vind dat erbij hoort. Ik bedoel, over het algemeen zijn het leuke dingen. Kijk, als voetballer wil je ook niet altijd natuurlijk. Tuurlijk heb je wel eens iets van, moeten we ergens naartoe. Maar ik vind wel dat het erbij hoort. En ik ben ook in mijn hele carrière niet anders gewend dan dat soort dingen erbij horen. Ik ben als voetballer toch een beetje een voorbeeld, zeker voor de jeugd. En daar moet je zeker als club en ook als speler moet je daar je steentje aan bijdragen. Ja, volgende week Cambuur thuis, wat verwacht je ervan? Ja, het kan een leuke wedstrijd worden. Ik hoop dat het beter is dan vandaag. Maar wij hebben in ieder geval wel vertrouwen. We spelen niet altijd even het beste de laatste tijd, maar we winnen toch veel wedstrijden. En het vertrouwen is er. En ik denk dat we Cambuur wel kunnen pakken hier thuis. En in de play-offs, wat vond je daarvan? Ja, ik hoop op mijn stunt natuurlijk. Het zou mooi zijn dat je een beetje die flow vast kunt houden. En dat je dan zo ver mogelijk kunt komen. En wie weet hoe ver dat is. Oké, dankjewel en succes verder. Dankjewel, graag gedaan.